Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Staalt bij de Stars. Vandaag hebben we een nieuwe gast en dit keer is dat Hedwiges Maduro. Hoe is het? Ja, heel goed. Met jou? Heel goed. Het is super lekker weer. En we zijn in de Cornelis Schuit en we gaan voor een outfitje voor mij. Ja, dat moet wel lukken. Heb je een beetje een idee wat voor outfit we gaan shoppen vandaag? Zoals je weet woon ik in Valencia en ik vind het wel leuk hoe die dames zich daar kleden. En, ik denk daarom voor jou een beetje Spaanse stijl. Nou, ik zou zeggen, laten we gaan shoppen. Yes. En in Valencia is het natuurlijk altijd lekker weer. Ik kan me voorstellen dat je eigenlijk of altijd lekker in een t-shirtje loopt of een kort broekje. Het is altijd zeg maar het weer zoals nu hier zo in Nederland. Er is nooit regen, je loopt altijd op straat of iedereen is buiten. Dus, Oké, nou, ik ben benieuwd of we een beetje die Valencia-stijl vandaag kunnen gaan vinden. Jawel, moet lukken. Hè? Ja. Je lijkt ook wel een beetje op een Spaanse. Ik kan ook hierin kijken. Nou, op zoek naar de zomerse outfit. Yes. Nou. Oh, deze is ook heel leuk. Ja, heel leuk, maar je moet weten dat ik bepaal wat je aantrekt, hè. Eigenlijk moet je gewoon ophouden, want nu ben je gewoon die eigen jurkjes aan het uitzoeken. Wat denk je van deze? Ja. Weet je wat? Jij moet gewoon deze gaan passen. Ja? Ik luister. Ja, ik ga hem passen. Luisteren. Deze ben je misschien niet gewend, maar vandaag moet het wel, hè. Vandaag moet je. Your wish is my command, hè. Precies. Lekker strak. Je voelt je een beetje ongemakkelijk in, ja, denk ik. Ja, ik voel me niet helemaal. Maar het staat je wel, hè? Ja, ik vind het persoonlijk wel mooi, maar weet je wat het is? Kijk, als je het niet echt comfortabel in zit, dan is het niet de perfecte outfit, weet je. En ik moet wel echt de perfecte outfit voor je zoeken. Ik durf niet meer te ademen. Ik ga me omkleden. Maar het staat je wel heel mooi, James. Dankjewel. James, we kunnen ook even hierin kijken. Ja, ga jij vast naar binnen, zie ik je zo, ja? Doei! Hallo, ik moet je aankleden, hè? Jongen. Ja, eigenlijk moet jij gewoon gaan zitten. Dat doen ze in Spanje. Ga jij maar zitten, wij zoeken wel. Wat zoek je? Blablabla. Oké, dus ik mag gaan zitten nu? Jij mag gaan zitten, ja. Oké, nou dat is voor het eerst. Ik vind het helemaal prima. Ik ga zitten en ik wacht op jou. Ja, ik moet jou toch kleden? Ja. Snap je. Ik wilde me alleen zien om hoe je stond. Heb je iets anders gevonden? Misschien dat je dit wel leuk gaat vinden. Dit was voor de fun. Ik schrok al een beetje eigenlijk. Ja, dit is echt een supermooie strandoutfit ook. Daarom, want dat zocht er toch een beetje. Oké, nou laten we deze even proberen. Ja, gaan we passen. Flamingo. Of niet? Ja, echt. Typisch Spaans. Ik vind dit echt een hele mooie jurk. Het staat je ook sexy, eerlijk, laten we eerlijk zijn. Ik vind hem ook heel mooi. Echt. Complimenten. High five. Ik ga me omkleden, ik zie je zo. Is goed. Zo. Nu zijn we op het punt aangekomen. Wij Staalt bij Star betalen eigenlijk altijd de mannelijke gast in het programma. Dus wat ga jij doen? Iets voor deze vrouw. Ik vind het dom. Jongens. Heb je geluk ook nog en het schijnt er zo nodig, hè? Kijk, dit is my lucky day. Heerlijk. Wiegers, dankjewel. Alsjeblieft. Super. Ik ben onwijs blij met mijn outfit. Ik denk dat wij nog even van het weer moeten gaan genieten, want het is onwijs lekker weer. Dat vind ik echt een goed idee. Laten wij gaan. Is goed. Tot de volgende keer bij Staalt bij de Stars. Zie ik jullie weer met een nieuwe gast. Doei. Nee.